Goedemorgen, welkom bij een nieuwe vloggie. Vandaag zijn we zaterdag en ik had mijn wekker gezet om 7 uur. Ik heb hem afgeduwd en ik ben blijven liggen en dat was niet zo'n slim idee. Want ik ben pas een uur en een half later terug wakker geworden. Nu ga ik aan de slag. Ik heb het echt wel. Stop het! Net naar de markt geweest. Ik doe geen boodschappen halen omdat ik eigenlijk niet zoveel mee heb. Gewoon 1 kilo. 1 kilo. 1 kilo alles. 1 kilo rode bietjes. En 250 gram. Spruitjes. Die spruitjes ga ik voor het eerst sinds heel lange tijd, denk ik. Of voor het eerst in mijn leven proeven. In de hoop dat ik iets meer lust. Dat is een goede voornemen voor mij. Meer nieuwe dingen proberen. Ik ben nu mijn teksten aan het nalezen over de verschillende steden die ik bezocht heb. Je vindt die normaal op 12 januari. In zij of haar januari 2020. Van morgen dus, als jullie deze vlog kijken. Of, nee, het staat al online, want ik kom meer dan een week achter. En nu ga ik de afwas doen. Dus het was echt hek om, als je schrijft over je trip, van stuk naar stuk te springen. Of was gedaan, nog even gewerkt en nu is het middagtijd. Nee, middagtijd. Etenstijd. Nee. Thank you.